Welkom bij het IVM Coronanieuws, aflevering 42. En vandaag is het vrijdag, 25 juni. In Nederland worden, in tegenstelling tot in andere landen, incidenten met coronavaccins niet centraal geregistreerd. Daardoor is het niet goed mogelijk om risico's te identificeren en voorkomen. Het IVM wil dat incidenten gemeld worden bij VMI, het meldpunt voor medicijnincidenten bij het IVM. Individuele zorgverleners of patiënten kunnen die meldingen al doen. Voorbeelden van incidenten en risico's zijn verdunningsfouten, het toedienen van meerdere vaccins aan één persoon op één dag, besmetten van vaccins door hergebruik van naalden en toedienen van verkeerde dosis. Door de inmiddels miljoenen toegediende coronavaccins krijgen we steeds meer kennis over zeldzame bijwerkingen. Zo zijn er in Europa 14 meldingen gedaan van systemisch capillair leksyndroom na vaccinatie met Vaxzevria, het coronavaccin van AstraZeneca. In drie gevallen ging het om patiënten die eerder deze zeer zeldzame aandoening hadden gehad. Het Geneesmiddelenbewakingscomité van het EMA adviseert daarom... om patiënten met deze aandoening niet te vaccineren met Vaxzevria. Ook moeten zorgverleners en patiënten alert zijn op symptomen van dit syndroom na vaccinatie. Bijbehorende klachten zijn dikke armen en benen... snelle gewichtstoename en een gevoel van flauwte... In Nederland zijn geen meldingen van deze bijwerking na vaccinatie van Vaxzevria bekend. Wel is er één melding gedaan na vaccinatie met het coronavaccin van Janssen. Of er sprake is van een kausaal verband, wordt nog onderzocht. Een andere mogelijke bijwerking van de coronavaccins, myocarditis en pericarditis, wordt ook verder onderzocht. In Nederland zijn er 22 meldingen bekend. In april werd in Europa al onderzoek hierna gestart, naar aanleiding van een aantal meldingen uit Israël. De meeste meldingen betroffen mannen onder de dichter die klachten kregen binnen een paar dagen na de tweede vaccinatie met Comirnaty, het coronavaccin van Pfizer. De klachten gaan meestal vanzelf over. Het EMA onderzoekt verder of er sprake is van een causaal verband met vaccinatie. Tot slot de combinatie van trombose met trombocytopenie. Bij bijwerkingen Centrum LAREP zijn nu 29 meldingen bekend na vaccinatie met Vaxzevria en één melding na het vaccin van Janssen. Bij de helft van de meldingen is vastgesteld... dat het vrijwel zeker om een bijwerking van vaccinatie gaat. Vier mensen zijn overleden. Vaxevria en combinatie lijken iets minder te beschermen... tegen besmetting met de Delta-variant van het coronavirus... voorheen de Indiase variant genoemd. Wel is volledige vaccinatie effectief in het voorkomen van ziekenhuisopnames... Dat zijn de voorzichtige conclusies van twee analyses uit het Verenigd Koninkrijk. Public Health England analyseerde ongeveer 14.000 besmettingen en 170 ziekenhuisopnames als gevolg van de Delta variant. Volledige vaccinatie met Vaxzevria en Comirnaty beschermde voor meer dan 90% tegen ziekenhuisopname. Dat is vergelijkbaar met de effectiviteit tegen de Alpha variant, voorheen de Britse variant genoemd. Uit eerdere analyses bleek wel dat alleen de eerste dosis 17% minder beschermde tegen symptomatische ziekte. Schotse onderzoekers hebben ongeveer gelijktijdig een kort bericht in de Lancet gepubliceerd. Zij concluderen dat de vaccins, vooral Vaxevria, minder effectief lijken te zijn in het voorkomen van besmetting. Er waren onvoldoende gegevens om de ziekenhuisopnames door de verschillende varianten te vergelijken. Er gaan steeds meer geluiden op om verschillende coronavaccins te gaan combineren. Voordelen zijn de grotere flexibiliteit en mogelijk betere bescherming, ook tegen nieuwe virusvarianten. De Gezondheidsraad is bezig met een advies en wacht vooral op de uitkomsten van een grote Britse studie naar het combineren van vaccins. Diverse Europese landen zijn al gestart met het combineren van vaccins. De kans op nadelige effecten lijkt klein. Opnieuw toont een studie aan dat de coronavaccins ook de kans op transmissie van het virus verminderen. Britse onderzoekers bepaalden het aantal besmettingen bij huisgenoten van circa een miljoen ongevaccineerde en 10.000 gevaccineerde personen. Ongeveer 6% van de huisgenoten van de gevaccineerde raakte besmet tegenover 10% van de huisgenoten van ongevaccineerde personen. De kans op besmetting was daarmee 40 tot 50% lager. De gevaccineerde personen hadden in de meeste gevallen alleen nog de eerste dosis van vaccin via of combinatie gehaald. Een publicatie in het New England Journal of Medicine bevestigde de veiligheid van de mRNA-vaccins tijdens de zwangerschap. De onderzoekers gebruikten drie verschillende databases met gegevens over bijwerkingen en het verloop van de zwangerschap. Bij ruim 40.000 gevaccineerde zwangere vrouwen waren de zwangerschapsuitkomsten niet afwijkend. De onderzoekers geven wel aan dat meer onderzoek met langere duur en meer deelnemers nodig is voor definitieve conclusies. Vaxevria lijkt veilig en effectief bij volwassenen met HIV. Dat blijkt uit een substudie van een open-label fase 2-3-studie, gepubliceerd in The Lancet. De studie includeerde 54 mannelijke deelnemers met HIV. Milde bijwerkingen zoals pijn op de injectieplaats, vermoeidheid. En hoofdpijn kwamen even vaak voor als bij deelnemers zonder HIV. De sterkte en duur van de humorale en cellulaire afweerrespons was eveneens vergelijkbaar en onafhankelijk van het aantal CD4-cellen en leeftijd. Bij patiënten met een orgaantransplantatie leidt een derde vaccinatie tot meer antistoffen. Dat concluderen Franse onderzoekers in een kort bericht in het New England Journal of Medicine. Een groep van ongeveer 100 patiënten met een nier, lever, long, hart- of alvleeskliertransplantatie kreeg twee maanden na de tweede vaccinatie een extra dosis combinatie. Het percentage patiënten met antistoffen steeg van 4% na de eerste vaccinatie tot 40% na de tweede en 68% na de derde vaccinatie. De patiënten zonder antilichamen waren gemiddeld ouder. Gebruikten meer immunosuppressiva en hadden een slechtere nierfunctie. De coronavaccins van Pfizer en Moderna zorgen niet voor een verminderde kwaliteit van sperma. Dat blijkt uit een prospectieve Amerikaanse studie met 45 gezonde mannen tussen 18 en 50 jaar. De hoeveelheid en kwaliteit van het sperma was vergelijkbaar voor en na vaccinatie. Hoewel de gemeten parameters niet alles zeggen over de uiteindelijke vruchtbaarheid, is het onwaarschijnlijk dat vaccinatie de mannelijke vruchtbaarheid beïnvloedt. Uit een interim-analyse van de fase 2b3-studie naar het coronavaccin van CureVac blijkt een effectiviteit van 47%. De effectiviteit van dit mRNA-vaccin is daarmee aanzienlijk lager dan van de al geregistreerde coronavaccins. En ook lager dan de 50% die de WHO adviseert als minimale effectiviteit. Tot nu toe zijn er 134 gevallen van COVID-19 vastgesteld op ongeveer 40.000 deelnemers. De studie loopt nog door. De effectiviteit is mogelijk afhankelijk van de verschillende virusvarianten en de leeftijd van de deelnemers. Definitieve conclusies zullen pas mogelijk zijn na afronding van de studie. De EMA-beoordeling van het Russische coronavaccin Sputnik 5 heeft vertraging opgelopen. Volgens persbureau Reuters heeft de fabrikant een deadline gemist voor het aanleveren van informatie. De afronding van de beoordeling wordt op zijn vroegst in september verwacht. Het EMA heeft zelf geen informatie gegeven over het verloop van de beoordeling van het vaccin. Bij intracutane vaccinatie met het coronavaccin van Moderna is een vijfde van de intramusculaire vaccindosis al voldoende voor een antilichaamrespons. Dit meldt het LUMC in een persbericht. Een fase 2-studie naar de intracutane toediening loopt nog. De lagere dosis heeft als voordeel dat meer mensen gevaccineerd kunnen worden met dezelfde hoeveelheid vaccin. Dofacitinib in aanvulling op standaardzorg vermindert de mortaliteit en respiratoire falen van 29 naar 18 procent bij opgenomen COVID-19 patiënten. Dit blijkt uit een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie uit Brazilië met 289 patiënten. De jakremmer vermindert mogelijk de inflammatoire respons in de longen bij ernstig zieke patiënten met COVID-19. Een andere jakremmer, baricitinib, wordt momenteel beoordeeld door het EMA. De SWAP adviseert vooralsnog jakkremmers alleen in onderzoeksverband in te zetten. Imatinib zorgt niet voor een kortere behandeling met aanvullende zuurstof bij opgenomen COVID-19-patiënten met een zuurstofbehoefte. Wel neemt de sterfte af van 14 naar 8 procent. Dit blijkt uit een studie met 400 opgenomen COVID-19-patiënten uit 13 verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Hoewel er geen effect was op het primaire eindpunt. Geeft het positieve effect op sterfte wel aanleiding voor verder onderzoek? COVID-19 patiënten met hematologische kanker hebben mogelijk baat bij plasmatherapie met antistoffen van genezen COVID-19 patiënten. Dit blijkt uit een retrospectieve cohortstudie met 966 Amerikaanse patiënten. Patiënten die bloedplasma kregen hadden een lagere kans op sterfte. Onbekend is de precieze dosering van de behandeling met plasma en welke antilichaamconcentraties in het lichaam nodig zijn. Hiervoor is meer prospectief onderzoek nodig. Wilt u op de hoogte blijven van het geneesmiddel gerelateerde coronanieuws? Abonneer u dan op ons YouTube kanaal of op de journaalupdate van onze website. Het komende coronanieuws komt zoals u van ons verwacht bent, over twee weken op vrijdag 9 juli. In de zomermaanden zal het coronanieuws tijdelijk eens per maand in plaats van van eens per twee weken verschijnen.